Reinigen is erg belangrijk en altijd stap 1 in je huidverzorging. Als er namelijk een vuil laagje achterblijft op de huid, dan kunnen de andere producten ook vrij weinig doen. Dus een goede reiniging uitkiezen is essentieel. Nou heeft Dermacres veel verschillende lijnen met allemaal reinigingsproducten, dus ik zal ze even doornemen. Allereerst hebben we de Essential Daily Cleanser. Dit is een gel reinigingsproduct, dus erg fijn voor de huid die wat droger is en niet te veel uit wil drogen door een reiniging. Dan hebben we van de Sea Infusion lijn hebben we de reiniging. Dat is een reiniging die ook een beetje gaat schuimen als je er water bij toevoegt. Dus dat is sowieso heel fijn als je dat prettig vindt in een reinigingsproduct. Vitamine C is een heel goed vitamine ingrediënt wat echt focust op anti-aging. Om echt die frisse laag weer op de huid te krijgen en de dofheid eraf te halen. De Skin Bright Facial Cleanser is dus van de Skin Bright lijn en kan dus gebruikt worden voor de huid die veel last heeft van pigmentproblemen. De Dermaclear Cleanser, daarbij hebben we er twee eigenlijk. Dit is de Dermaclear BHA Cleanser. Die kun je het best gebruiken voor de vette of acnehuid die veel last heeft van verstoppingen, dus veel meeeters. Ook hebben we nog de Dermaclear Cleanser. Die kun je dus heel goed gebruiken bij de huid die ook veel last heeft van ontstekingen. De groene lijn, die is voor de anti-aging. Dit is de Peptide Glyco Cleanser. Die kunnen we heel goed gebruiken bij de huid die dus anti-aging producten nodig heeft. Dit is een hele intensieve cleanser waar ook glycolzuur in zit. Dat voel je ook tintelen en prikkelen. Dat is normaal. Dat zijn echte actieve werkstoffen. En het is een hele goede cleanser die de verouderde huid meer voeding geeft. Dan hebben we als laatst nog een reiniging voor de gevoelige huid. De Delicate Cleansing Cream. Dat is dus een crème reiniging. Die is altijd wat zachter. Echt fijn voor te gebruiken voor de huid die heel gevoelig is. Bijvoorbeeld een huid met rosacea problemen. Die heel rood is met ook diverse ontstekingen in de huid. Daarvoor is deze echt perfect. En als je je huid nou een extra boost wil geven. Dan raad ik aan om de huid 1 keer per week te scrubben. Met de Alge Polishing Scrub. Die is van de roze lijn. Dat zijn de lijn met producten die je extra voor thuisgebruik kunt gebruiken. 1 keer per week scrubben is genoeg. En dan geef je die huid even tussendoor een boost.